Bij de eerste situatie heb ik de twee richtingen aangegeven. O, dat is de oostelijke richting, en dat is de noordelijke richting. En met kortste routes bedoelen we als ik van A naar B ga, dan moet ik wel steeds zo kort mogelijk bewegen. Ik mag dus niet zeggen ik ga naar boven, ik ga naar rechts en ik ga weer naar onder. Dan heb ik al geen kortste route meer te pakken. Dus het gaat om kortste routes. Nou, de route die ik hier in het rood heb aangegeven. Die kan ik gaan tekenen met behulp van de letters die bij de richting hoort. Als ik vanuit A omhoog beweeg, dan ga ik dus in de noordelijke richting. Nou, dat doe ik nog een keer. Vervolgens ga ik twee keer in de oostelijke richting. Dan ga ik nog twee keer in de noordelijke richting. En dan ga ik nog twee keer in de oostelijke richting. En dit lijkt heel erg op de uitleg die ik gegeven heb bij rijtjes met twee letters. Ik heb nu namelijk twee letters en de vraag is. Op hoeveel verschillende manieren kan ik, als ik acht dingen doe, vier keer de letter n plaatsen? Probeer namelijk te bedenken, als ik van a naar b ga, dan moet ik hoe dan ook vier keer in de noordelijke richting gaan. En of ik dat helemaal op het einde doe, wat bijvoorbeeld zou zijn als ik vier keer o zou hebben en vier keer n, of ik, doe, of ik begin met vier keer n en vier keer o. Uiteindelijk moet ik vier keer de letter n hebben en ik moet ook vier keer de letter o hebben. Dus. Dit probleem kun je gaan omvormen. Altijd als je zo'n rooster ziet, kun je dat gaan omvormen naar een rijtje zoals ik dat hier getekend heb. En als je de vorige video hebt gezien, dan heb je waarschijnlijk al door wat hier het antwoord is. Je pakt altijd het totaal aantal plekken dat ik moet invullen boven het aantal keren dat ik een bepaalde letter wil plaatsen. En dat is dus 8 boven 4, omdat hier allebei 4 voorkomt. Het heeft het geen zin om de andere uit te rekenen want in de vorige video zagen we dat bijvoorbeeld 8 boven 2 gelijk is aan 8 boven 6. Maar als ik dat bij 8 boven 4 doe, krijg ik ook weer 8 boven 4. Nou, dit kun je uitrekenen en dan zie je dat er 70 verschillende kortste routes zijn. Nou, dan gaan we naar de tweede situatie. Als er een tussenpunt is, geef ik je de volgende tip. Je kunt in dit geval twee situaties bedenken. Je moet in ieder geval van A naar B dus dat zal ik hier opschrijven. Je moet in ieder geval van A naar B en je moet vervolgens ook nog van B naar C. Dus je moet twee dingen gaan doen. Als ik dat onderste rooster overteken, dan krijg je eigenlijk gewoon een 3 bij 3 rooster. Dus dat zal ik hier tekenen. En dat 3 bij 3 rooster kan ik weer op dezelfde manier gaan gebruiken zoals ik dat net heb gedaan. Van B naar C dat is niks meer dan een 1 bij 3 rooster. Ik zal hier ook de punten tekenen. Hier ligt punt A. Hier ligt dan punt B. En hier ligt nu punt B. En hier ligt punt C. Bedenk, je moet van A naar B. En je moet van B naar C. Vandaar dat ik dat telk weer mag gaan vervangen door een keer. Nou, van A naar B ga ik tellen. Ik kan 1, 2, 3 keer naar rechts en 1, 2, 3 keer omhoog. Dus ik moet in totaal 6 dingen doen. Bij de combinatie ga je dan altijd beginnen met 6. Dat is dus altijd het aantal bewegingen dat je gaat doen. Nou, en dat stel je dan gelijk aan. Tenminste, dat zet je dan boven het getalletje dat ik hieronder opschrijf. En dat is in dit geval 3. Want ik ga of drie keer in de oostelijke richting of drie keer in de noordelijke richting. Nou, bij de onderste kan ik nu zeggen: vanaf B begin ik weer te tellen. Ik ga drie keer naar rechts en één keer omhoog. Dat hoeft niet per se in die volgorde. Je kunt ook naar rechts, naar boven, naar rechts en naar rechts. Maar in totaal zul je altijd vier keer een beweging doen. Nou, je kunt nu zeggen vier bewegingen waarvan de noordelijke richting vaststaat. Ik ga één keer in de noordelijke richting, dus ik pak hier vier boven één. Of wat hier ook mag is, vier boven drie. Je mag dus met één van deze twee rekenen. Nou, dit zou je eventueel op een kladblaadje doen, want je schrijft meteen. De oplossing op en dat is 6 boven 3 Een keer, en laat ik die onderste pakken, en dan pak ik daar de linker van, 4 boven 1, en daar komt hetzelfde uit als dat je met 4 boven 3 had gewerkt. Nou, als je dit uitrekent, dan kom je op 80 verschillende routes uit. Dan gaan we naar de laatste situatie. Bij de laatste situatie is het heel erg belangrijk dat je bedenkt: oké, okay, ik moet van A naar B dan moet ik van B naar C, en dan moet ik van C naar D. Dus je zou misschien denken, als je naar het tweede voorbeeld kijkt, oké, okay, nu krijg ik een vermenigvuldiging van drie combinaties. Ergens klopt dat ook wel, maar je moet wel bij de middelste combinatie opletten. Je moet namelijk de kortste route hebben van A naar D. Dat betekent dat er maar één korte route is om van B naar C te gaan. Want als ik van B naar onder ga, dan heb ik al geen kortste route meer te pakken. Dus daar moeten we wel even op letten. Nou, ik ga weer tellen, van A naar B, dat zijn vier bewegingen, naar onder, naar onder, naar rechts, naar rechts. Dus ik begin hier met op te schrijven vier bewegingen waarvan er twee vaststaan, bijvoorbeeld twee in de zuidelijke richting. En dat ga ik vermenigvuldigen met de middelste combinatie. Nou, er zijn drie bewegingen die ik doe, maar daarvan staan er drie vast. Nou, deze combinatie is gelijk aan één, je had hier ook gewoon met één kunnen vermenigvuldigen, bedenkend dat er maar één route is om van B naar C te komen, op de kortste manier. En dan de laatste. Ik tel ook er 1, 2, 3, 4 bewegingen. Waarvan er bijvoorbeeld 3 vaststaan. Ik had hier ook weer 4 bovenin mogen kiezen. Ik kies ervoor om de oostelijke richting te kiezen. Want ik moet 3 keer in de oostelijke richting gaan. Nou, ook dat reken ik allemaal uit. En dan kom je op 24 verschillende mogelijkheden uit. Nou, hopelijk heb ik voor jou een duidelijke koppeling gemaakt tussen roosters en een rijtje. Met twee verschillende letters. Als je dat op deze manier bekijkt, kun je zo'n opgave altijd wat handiger oplossen. Nou, heeft jou deze video geholpen? Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.